Ik begin het door te krijgen zonder schild. Spring dan! Yo, Nintendo-fans! Of moet ik zeggen, Zelda-fans. Bedankt voor alle leuke reacties onder de laatste Zelda-video. Super tof. Ik blijf deze video's maken, ondanks dat ze niet zo goed worden bekeken. Maar hey, voor de Zelda-fans maak ik gewoon nog steeds deze video's. Let's go! Dus wil je een beetje support gooien, doe het duimpje sowieso even omhoog. En vergeet niet te abonneren. Dan gaan wij door met Zelda, waar wij ja inderdaad nu Zelda aan het zoeken zijn. En dit blok is even een tikje geven. We zijn in Eldin, blijkbaar. Dit gebied heet volgens mij Eldin. En het is een grote vuurwereld. Oké, we moeten hier naartoe, denk ik. Hotsiflots, hotsiflots. Glepidipidu. Lekker hier naar boven. Enemies, pak ze. Lekker. Oké, waar zijn ze? Oh, ze zijn al dood. Deze Link is echt een super Link. Oké, hier zijn wel wat problemen. Ik denk niet dat ik hier naartoe kan. Ik denk dat ik hier bommetjes voor nodig heb en die heb ik nog niet. Dus we gaan lekker de andere kant op. We gaan deze kant op. Oh ja. Kijk, daar is denk ik de ingang van een tempel. Daar links in beeld. En wat gebeurt hier dan? Wat zijn dit voor monsterosies? Of zijn jullie geen monsterosies? Dit is lood. En hij zegt, als je problemen zoekt, dan kan je die krijgen, jongen. Wacht, jij bent geen... Hé, lood. Ik geloof dat hij niet zo'n rode griezel is. Nee, ik ben een groene griezel. Nou, goed. Er is een meid die hier voorbij sprint en nog geen blik gunde. Oh, dat was sowieso Zelda. We moeten recht naar boven. Recht naar boven? Ik ken niet recht naar boven, jongen. Ik ben geen vogel. Ah, vuurvleermuizen. Doei. Dat ging super soepel. Zijn er meer? Hier, nog één. Ah, daar is er nog één. Meer fluisje. Hotsiflots. We kunnen dit oppakken, maar wat schieten we daarmee op? Oh, dan kan je dat tegen een andere vleermuis gooien, zeker. Of heb ik die nodig? Weet je wat? Dat gaan we waarschijnlijk straks wel zien. Oh, misschien moet ik die hier in het water gooien of zo. Want ik kan hier niet overheen springen. Spring! Oh, oeps. Mijn schild is kapot. No! Och, dan moet ik waarschijnlijk eerst hierop springen. En deze dan hierop leggen. Of misschien dat ik dat ding helemaal niet nodig. Oké, even kijken of dit werkt. Kan ik dit erop gooien? Oh, ja, maar dan gaat het wel kapot. Oh, wacht, we kunnen hier nu gewoon overheen lopen. We moesten gewoon wachten tot de lava weggaat. Lekker handig, Rick. Nou joh, laat me nou eens met rust, joh. Stinkvleermuis. Yo, what up? Bommenman. We gaan alles hier laten ontploffen, jongen. Lekker. We zijn de bommen-explosieve man. Hoppakee. Dat kapot maken. Oké, dat was niet zo heel handig misschien. Wacht! Laat me los! Laat me gaan! Eerlijk, dit ging best wel soepel. Lekker! Zo, dat was even een lekkere fight. Oh, hier ligt ook een roepie. Daar kunnen we ook een bommetje in gooien, denk ik. Zo? Is het goed genoeg? Ja, dit was goed genoeg. Lekker. En dit moeten we heel goed timen. Of kunnen we gewoon een bom hier bovenop gooien? Ja, oké, dat moet wel lukken. Beam, lekker man. Hier kan je gaan zitten. Oh, dan gaat je... Oh, dan worden je hartjes hersteld. Oh, dat is nice. Dat wist ik niet. Wat doet dit lieve heersbeestje hier? Ik wil jou vangen. Ik heb een netje nu. Hier, kom. Ah! Ja, dat ging helaas niet goed. Oké, we kunnen eigenlijk maar één kant op. Dus let's go, we gaan de grot in. De bommengrot. Of de vleermuisgrot, dat kan ook. Lekker. Hier lijkt me nog dat er een geheimpje zit. Oh, maar dan heb ik ook bommen nodig. Poep. Ja, op een gegeven moment zal ik vast ook wel bommen mee kunnen nemen. Hier liggen er trouwens een paar. Nice. Ik denk niet dat deze ver genoeg ontploffen eigenlijk. Even kijken. Nee. Oké, we gaan verder. Yo, wat hebben jullie allemaal te vertellen, jongen? Molletjes. Iemand in vreemde kleren ging dat gat in. Ah. Dus dan moeten wij ook daar naartoe. Maar hoe gaan wij daar naartoe dan? Dat is veel te ver weg. Die sprong kan ik nooit maken. En wat is dit? Wat is dit voor leuk wezen? Oh, wow, jongen. Ik dacht dat jij friendly was. Oh, ik kan hier gewoon niet langs nu. Ik heb denk ik echt een beter schild nodig. Of ik heb een bom nodig. Die ik dan hier neergooi.
Kijk. Ja, jongen. Oh, ik wou je helemaal niet slopen. Maar ja, jij ging zomaar vuur blazen naar mij. Oh, hier, enemies. Niet toeteren. Wat loop je nou te toeteren? Stop met toeteren. Ah, lekker. Ik pook je. Ik sla je. Lekker. Ah. Wat verdedig jij goed, jongen? Waarom verdedig jij zo goed? Hou eens op met goed verdedigen. Vind ik niet leuk. Wat ziek idee. Nog één te gaan. Hier. Ah. Hey, dit was eerlijk. Dit was echt een goede battle. Ik begin het door te krijgen zonder schild. Alleen, waar gaan we nu naartoe? Hier naar beneden, denk ik. Ja? Wat zijn dit voor dingen, joh? Oh, daar zitten ook weer van die vuurguys in. Ik moet daar denk bommetjes op gooien. Yo, sorry, man. Sorry dat ik... Oh, shit. Wat gebeurt hier? Ik wil gewoon die bom oppakken en alles ontploft gewoon. Dat was niet chill. 1, 2, 3. Boe! Oh. Oké. Waarom kon ik die andere wel kapot maken en jou niet? Oh, ik moet het echt erin gooien. Maar ik vind hem wel leuk. Ik heb geen idee waar ik nu naartoe moet, jongens. Is dit weer een insect? Hoe vang ik dit? Oh, zo. Zo vang ik dit. Ja. Ik heb een Eldin-scarabee gevangen. Voor onze Insectipedia. Ga ik hier naar boven, denk ik. Ga ik hier verder naar boven, denk ik. Ga ik hier proberen langs te rennen. Kan ik hier weer even mijn HP aanvullen. Eén, twee, drie. Net mis. En die is denk ik wel raak. Nee, die is ook niet raak. Die is wel raak. Ook niet. Wanneer ga ik raak gooien? Ik ga nooit meer raak gooien in mijn leven. Ik kan niet meer raak gooien, joh. En nu? Is die op zijn hoofd? Jongen. Nou, ik weet niet hoor. Ik loop er wel gewoon langs. Daag. Oh, hier ligt een kwart hartje. Die gaan we ook even pakken. Yeah. Nu is een hartje compleet. Dus we krijgen een extra hartje. Lekker. Oké, we gaan hier over dit geraamte. Waarom? Spring gewoon, Linky Winky. Spring dan! Oké, als je niet gaat springen, Link. Wat is er aan de hand met hem? Wat een noob. Moet ik dit langzamer doen of zo? Waarom kom ik eerst zo ver dan? Schiet op! Oh, wacht. Ik moet ik rennen? Redden! Oké. Dat was het. Deze guy wou me bijna slaan. Hij dacht dat ik zo'n rode chappie was. Nee, jongen. Jullie zijn toch niet kleurenblind? En die guy die zei, ja, ik heb een pad gemaakt en dit is een probleem. We moeten iets doen met deze stop. Ja. Oké. Denk je dat ik een bom tegen die stop moet gooien? Maar dat... Hoe dan? Kan dat? Bommetje oppakken, dan sprinten. Nee, ik ben niet snel genoeg. Dat lukt helemaal niet. Wat als ik mijn scarabee daarin laat vliegen dan? Helemaal niks. Kunnen we niet gewoon een bom die kant op gooien of zo? Zo? Wacht even, we kunnen natuurlijk wel... Ja, dit moeten we snel doen. Dus ik moet zorgen dat ik... Ja. Ik moet een bom gooien. En dan moet ik hem denk ik nog een keer gooien. Dus ik sta er nu rechtop. Moeten we de bom gooien? Moeten we gaan lopen? Oh, en dan had ik de bom op moeten pakken. Denk ik. Zo, stap 1. Rennen. Oppakken. Ah, en dan stap 2. En dan sta je precies verkeerd natuurlijk. Ah, dit wordt nog wel een ding. 8 uur later heb ik dit wel gefixt. Oké. Ik heb het even opgezocht. Blijkbaar kan je ook bommen rollen. Een bom pakken. Dan... En dan... Ja. En dan zo. En dan kan je gewoon bowlen. Dus door het pijltje hier naar beneden te doen in plaats van naar boven kan je bowlen. Ja, oké. Dit ging nu een stuk makkelijker zo, ja. Verdorie. Dat had iemand me ook wel even uit mogen leggen ergens. Niemand die je dat even vertelt. Praise the internet.
Oké, maar nu is hier in ieder geval geen lava meer. En dan kunnen we misschien nu wel daar naartoe springen. Oké, let's go. Oh, of niet. Oh, of wel. Ja, we kunnen hier naar binnen. Ja, maar ik ga vallen. No. Wow. Pak die hartjes, Karabé. Ik ben net bijna kapot gevallen. Lekker, dank u. En pak die andere ook maar even. Dank u. Zelda, waar ben je? Hier gaan we weer naar boven, maar hier ligt ook nog iets. Oh ja hoor, puzzelruimte. What up, meneertje? Nickello zegt die rode gedrochten gedragen zich alsof zij hier dienst uitmaken. Wow, waar ben je mee bezig? Sluip niet zo rond. Je bent op zoek naar een vriendin. Ja, daar kan ik niks mee. Er is hier niemand langsgekomen, dus misschien is je vriendin daar naar boven gegaan, de berg op. Waarschijnlijk, als wij hem helpen, dan gaat hij ons helpen. Kom maar hier, jongen. Bam. Ah, de genadeslag lukte weer eens een keertje niet. Zo, dit zijn er wel echt tantoe veel. Hoppa. Willen jullie ook klappies? Nice. Oké, even chillen, even chillen. Eventjes weer fit worden. Bam! Lekker Linky. Oh, oh, oh. Oh, jullie zijn bijna allemaal kapot. Alleen jij nog? Oh, ik ben moe, ik ben moe, ik ben moe. Nee, laat me met rust. Dat is echt het grootste nadeel. Je moet echt heel goed oppassen dat je niet moe wordt, want dan ben je echt de Sjaak. Ah, ah. Kom dan. Lekker. Nog één. Oh, ik ben weer bijna moe. Ik ben bijna moe. Maar nog niet helemaal. Oh, wat? Er staat er opeens nog één naast me. Ik ben moe, ik ben moe. Nee, niet mij slaan, niet mij slaan, niet mij slaan. Laat me met rust. Wat loop je nou te gillen, joh? Met je gilbakkes. Lekker Link. Nog één. Oh nee, daarboven staat er nog één. Huh? Waar komen ze nou de hele tijd vandaan, joh? Ja, ik ga jullie toch slopen. Hey, jullie kunnen terugkomen wat je wil. Maar jullie gaan gewoon kapot. Jullie gaan gewoon helemaal kapot. Ik denk trouwens dat daarboven misschien wel de leider staat. Ja, die zit de hele tijd... Jij zit de hele tijd nieuwe mensen te roepen, hè? Jij. Jij bent gewoon de boosdoener. Kom dan. Kom dan. Kom dan. Hatsaflat. En genadeslagje erbovenop. Lekker. Nu nog die paar droepjes beneden. Of is er maar één? Is er maar één. Ben jij de laatste? Ik ben de laatste, hè? Daag! Hij zegt, ik geloof mijn ogen niet. Je hebt ze allemaal verslagen, jonkie. Ja, joh. Dat doen we gewoon. Speciaal voor jou. Ik zag ook nog een kistie, maar daar kan ik niet bij. Oké, laten we eerst maar even met Nickello gaan praten. Je bent me net aan je rakker, zeg. Bedankt voor al je hulp. Zoals je misschien weet, laten wij Mogma's geen schuld onbetaald. Om dat te bewijzen zal ik je wat geven. We kunnen kiezen tussen roepies of de weg. Ja, we zoeken de weg. We zoeken inderdaad Zelda. En Nickello zegt, ja, hier heb je vast wel wat aan. Graafhandschoenen. Gebruik deze klauwen om zacht de grond om te spitten. Nice. Daarmee kunnen we naar boven komen. Dat gaan we checken in de volgende aflevering. Ik vind het nog steeds hartstikke leuk. Ik hoop jullie ook. Dus doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor meer Nintendo video's. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel.